is het nieuws van de week. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. En mijn naam is Simone Wijmans. In dit journaal gaat het over koning Willem-Alexander. Hij is nu 10 jaar koning en dat wordt gevierd. Ook laten we zien dat Nederlandse militairen legervoertuigen opknappen voor Oekraïne. En we vertellen over de grootste raket ooit. Die raket is ontploft, maar dat vonden de makers niet erg. Het is voor koning Willem-Alexander een bijzondere week. Hij viert dat hij precies 10 jaar koning is. Op 30 april is het 10 jaar geleden dat Willem-Alexander koning van Nederland werd. Zijn moeder, koningin Beatrix, stopte ermee. Ze zette een handtekening onder een officieel papier. Binnen in een kerk in Amsterdam en buiten op straat vierden mensen het feest mee. En nu is het dus weer feest, maar niet zo groot als toen. De koning en zijn vrouw, koningin Maxima, hebben 100 mensen uitgenodigd voor een lunch in hun paleis. Het gaat om mensen die iets goeds hebben gedaan voor anderen. De koning gaf ook voor het eerst een uitgebreid radio-interview over alles wat hij de afgelopen 10 jaar meemaakte. Vroeger had een koning veel macht en kon hij dingen beslissen, maar nu niet meer. Hij is er vooral om mensen in Nederland het gevoel te geven dat ze bij elkaar horen. Bijvoorbeeld door feest met ze te vieren. En daarvoor gaat hij veel het land in. Elk jaar op Koningsdag is dat extra feestelijk. Dan bezoekt hij met zijn familie een plek in Nederland. En dit jaar is dat Rotterdam. En ook op verdrietige momenten is de koning erbij. Bij een ramp bijvoorbeeld. Dan geeft hij steun aan slachtoffers en aan hulpverleners. Zoals een paar weken geleden na een treinongeluk. Ik ben op dit moment gewoon sprakeloos als je dit ziet. Hij was er ook toen de lichamen van de slachtoffers van een vliegramp terug naar Nederland werden gebracht. En tijdens de coronacrisis sprak hij vaak online met mensen over hun problemen. Veel mensen vinden het fijn om te zien dat de koning met ze meeleeft. Maar soms krijgt de koning ook kritiek. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen hij in coronatijd naar zijn vakantiehuis in Griekenland vloog. En dat terwijl de rest van Nederland was gezegd dat ze zoveel mogelijk thuis moesten blijven. Veel mensen vonden dat niet netjes. En dat vond de koning zelf achteraf ook. Het was dat andere mensen in Nederland niks meer konden doen en ik ging vrolijk naar het buitenland. En dat was fout van mij. Door dit soort dingen is Willem-Alexander wat minder populair geworden bij mensen. Dat blijkt uit onderzoek. Een collega bij de NOS, die veel van het Koningshuis af weet, denkt dat de koning dat niet leuk vindt. In Nederland is het al eeuwen zo dat we een koningshuis hebben, dat we een koning hebben. De rol van de koning is onder andere om mensen samen te brengen, om te verbinden, wat je ziet op Koningsdag bijvoorbeeld. En als mensen dat niet meer leuk vinden, ja, dan is dat wel een probleem voor de koning. Zijn oudste dochter, Amalia, zal hem uiteindelijk opvolgen. In het radio-interview zei Willem-Alexander dat dat nog wel even zal duren. Nederlandse militairen knappen voertuigen op voor het leger van Oekraïne. Op die manier helpt Nederland het leger van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Die oorlog duurt al meer dan een jaar. Vorig jaar februari viel het Russische leger Oekraïne binnen. De president van Rusland wilde de macht over het land krijgen. Op dit moment houdt Rusland deze gebieden bezet. Oekraïne probeert die gebieden terug te krijgen. Tienduizenden mensen zijn al omgekomen bij gevechten en bombardementen. En hele dorpen en steden werden vernield. Het lijkt erop dat de strijd nog wel even gaat duren. En daarom helpt Nederland Oekraïne aan spullen die ze daar goed kunnen gebruiken. Zoals deze panzerwagens. Militairen kunnen daarin veilig door het oorlogsgebied rijden. Nederland gebruikte die wagens 40 jaar geleden, maar had ze daarna niet meer nodig. De panzerwagens staan in een grote hal. Daar worden ze klaargemaakt om naar Oekraïne te gaan. Dat is best veel werk, omdat sommige voertuigen kapot en stoffig zijn. Deze man van het Nederlandse leger legt uit hoe dat komt. Sommige voertuigen die hebben een jaar of 5 stilgestaan. Maar er hebben ook een aantal al misschien wel 20 jaar al stilgestaan.
Dus dat hebben we te maken met vastzittende onderdelen, vastgeroest. Het moet allemaal weer gangbaar gemaakt worden. Wat haal je eruit? Volgende isje. Er wil hier nog wel eens voorkomen, zeg maar. Dat spul staat zo lang stil, dan kom je nog eens vogels tegen, ja. Het opknappen van al die voertuigen duurt maanden, want er moet heel veel aan gebeuren. Het Nederlandse leger is blij dat ze Oekraïne kunnen helpen. Best wel trots op wat wij als Nederland kunnen bijdragen en ik zelf kan bijdragen aan de oorlog in Oekraïne, voor de Oekraïne zelf. We hopen met dit voertuig toch bij te dragen dat ze toch enigszins beschermd het gevecht ingaan. Nederland heeft nu bijna 200 panzerwagens naar Oekraïne gestuurd. Waarschijnlijk gaan er nog meer, maar alleen nadat ze een proefrit hebben gemaakt. In de Verenigde Staten is een test gedaan met de allergrootste raket ooit. Over de hele wereld konden mensen live meekijken. De test ging niet helemaal goed, maar toch zijn de bouwers tevreden. De raket is 120 meter hoog, hoger dan veel flatgebouwen. Hij had nog nooit gevlogen, dus het was spannend of het zou lukken. Er waren bij deze test geen mensen aan boord. Duizenden mensen keken mee toen de motoren werden gestart. De start ging goed. Heel bijzonder, vindt deze ruimtevaartdeskundige. Deze raket is enorm groot, enorm zwaar, enorm krachtig. Zelfs de lancering is al gewoon heel spannend of die hele combinatie wel de lucht in gaat. En dat lukt, dus dit is de eerste belangrijke stap. Het plan was dat de raket een rondje om de aarde zou vliegen en dan zou terugkeren op aarde. Maar na een paar minuten ging er iets mis. De raket begon hoog in de lucht te draaien en ontplofte uiteindelijk. Ja, daar heb je het. Enorme vuurzee. En weer gejuich. Begrijpt u dat gejuich? Ja, dit begrijp ik heel goed, want dit heeft nog nooit gevlogen. Het feit dat dit al lukte, deze lancering, dat is al een enorme overwinning. De test ging dus niet volgens plan, maar toch waren de makers tevreden. Want ook van dingen die fout gaan, kunnen ze leren. Lange tijd werden raketten alleen gebruikt door wetenschappers om onderzoek te doen in de ruimte. Maar deze raket is van een bedrijf dat geld wil verdienen aan ruimtereizen. Het wil in de toekomst rijke toeristen meenemen naar bijvoorbeeld de maan of planeet Mars. Niet iedereen is daar blij mee. Er is kritiek op die plannen. Zo vinden sommige mensen het zonde van het geld. Het kost miljoenen euro's dat ze ook aan een goed doel hadden kunnen geven. Ook is het slecht voor het milieu, want er komen enorm veel uitlaatgassen vrij bij de start. En er blijft veel rommel en schade achter in de buurt van de startplek. Dat is te zien op deze beelden van een omwonende. En toen de raket even later ontplofte, vielen er veel brokstukken en brandstof in zee. De baas van het ruimtebedrijf heeft beloofd de rommel op te ruimen. Hij zegt dat het belangrijk is om dit soort testen te blijven doen. En niet alleen voor vakanties naar de ruimte. There's always some chance that something could go wrong on Earth. It is very important, essential, that over the long term that we become a multi-planet species and ultimately even go beyond the solar system. De bouwers van de raket gaan nu onderzoeken wat er misging. Ze willen het over een paar maanden met een nieuwe raket proberen. In dit journaal ging het over koning Willem-Alexander. Hij is nu 10 jaar koning en wil dat nog lang blijven. En we lieten zien hoe Nederlandse militairen oude legervoertuigen opknappen. In Oekraïne kunnen ze die goed gebruiken. En in de Verenigde Staten is een raket kort na de start ontploft. Maar de makers zeggen dat ze daar veel van hebben geleerd. Dit was het voor nu. Volgende week is er weer een journaal in makkelijke taal van de NOS. Tot dan.